Met Defensie minister Krishna Mathura spraken wij erover een aantal onderwerpen haar ministerie rakende. Waarmee is zij bezig als minister van Defensie? Wat maakt ze er allemaal mee? Wat komt ze allemaal tegen? En waartoe wil zij het leger vormen? Of wat wil zij van het leger allemaal maken? Daarover en andere onderwerpen spraken wij met Defensieminister Krishna Mathura. Hoe gaat het met u en met het werk? Met mij gaat het prima. Nog steeds heel erg enthousiast. En bereid om echt een bijdrage te leveren. En met het leger gaat het ook heel goed. In die zin van, we hebben als land een hele uitdagende taak. Het leger is er om Suriname te beschermen. En een tweede belangrijke taak is ondersteunen van alle andere diensten. Zeker mensen die in nood zijn. Of diensten in nood zijn als er rampen zijn of whatever. Daar heeft het leger grondwettelijk dus een hele belangrijke taak. En daar ben ik bezig te kijken hoe we het leger zodanig kunnen inrichten om die doelstellingen, die taken zo goed mogelijk uit te voeren. Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode? Nou, we hebben op verschillende fronten gewerkt. Eén front was, hoe snel leer je de organisatie kennen en de mensen kennen en de afdelingen. En daar heb ik inmiddels al zeker 30 presentaties gehad van alle afdelingen. En dat geeft me een heel veel informatie over wat de stand van zaken nu is. Een tweede is kennen en de mensen leren kennen. En elke vrijdag breng ik ook een bezoek naar een specifieke afdeling. Dus elke vrijdag na 12 uur ben ik niet op mijn kantoor, maar ben ik op het veld. Dus gewoon tussen de mensen. Een tweede belangrijke taak is de COVID-19 pandemie en de uitdaging. En een belangrijke rol voor het leger is hoe kunnen wij als nationaal leger ondersteunen. En we hebben op dit moment, 350 man ondersteuning voor COVID. En dat heeft betrekking op eigenlijk grensposten, toezicht op binnenkomst van mensen. Tweede is alle posten waar mensen in isolatie zijn bewaken. Mensen die uit remigreren en waar posten zijn, die moeten bewaakt worden. Verder ondersteunen, logistieke ondersteuning. Dus we hebben ondersteund met veldbedden, met ander materiaal, vervoer, bussen. Daar ondersteunen we. We hebben mensen ter beschikking gesteld voor het sociaal vangnet om bijvoorbeeld die hele logistieke keten straks, hoe kunnen we ondersteunen? Dat hebben we gedaan. Dus in die hele COVID-bestrijding is de taak van Defensie echt ondersteunen, informatie uitwerken, maar ook de politie ondersteunen met handhaving. Daar hebben we ook een aantal mensen ter beschikking gesteld. En dat doen we. En dat monitoren we. Kijk, bijvoorbeeld vandaag hebben we weer een verzoek gehad van de minister van Volksgezondheid. Kunnen we een nieuwe post bemensen, bewaken? Dus dat gaan we nu. Dat hebben we uitgevoerd. En zo monitoren we wekelijks. We hebben faciliteiten ter beschikking gesteld. BBZ zijn we gaan kijken. Het is nog niet zo ver, maar als het nodig is, dan doen we dat ook. MH hebben we ter beschikking gesteld. Militair hospitaal dus. BBZ is Bos Bivakzanderij hebben we ter beschikking gesteld. Dus waar we kunnen als Defensie, bieden we ondersteuning. Zo hebben we bijvoorbeeld ook niet alleen COVID, maar reguliere zaken waar we kunnen ondersteuning geven. We hebben zwaar materieel ter beschikking gesteld van het ministerie van Openbare Werken. De collega-minister stuurt foto's dat het gebruikt wordt. We hebben de brandweer ondersteund met tankwagens, watertankwagens. Dus daar ondersteunen we ook. En zo zijn we eigenlijk landelijk bezig te ondersteunen.
Het derde belangrijke is de financieel-economische crisis in het land. En daar zijn we bezig te kijken van hoe kunnen we maatregelen treffen om te bezuinigen. En in het kader van de bezuinigingen hebben we een aantal maatregelen uitgevoerd. We hebben gekeken naar onze begroting en we hebben gezien van kijk, het meeste geld, de begroting is eigenlijk bijna 2 maal toegenomen. En het gros is op personeelskosten. Van de 500 miljoen, het was vroeger 250 miljoen, het is nu 500 miljoen geworden. Vroeger bedoel ik zeker een 6 jaar terug hoor. En nu is het op bijna 500. Wij hebben gezegd we gaan terug naar 450 miljoen. We gaan bezuinigen de komende periode. En dat hebben we gedaan. Dus we hebben de begroting teruggebracht op 450 miljoen voor 2021. Maar ook voor 2020 in de nota van wijzigingen hebben we bezuinigd. En de grootste bezuinigingen zijn op personeelskosten. En daar hebben we gekeken van wat kunnen we doen. Daar hebben we een aantal maatregelen getroffen. Eén is de mensen die bijvoorbeeld... We hebben nieuwe indienstredingen stopgezet. Er was een lichting waarbij we de mensen al een aantal fases van de selectie hadden doorlopen. Ze waren op het moment van de medische keuring dat hebben we stopgezet. En waarom hebben we dat stopgezet? Omdat de noodzaak om een nieuwe lichting te nemen nog niet duidelijk was. En je moet eerst gaan reorganiseren, je moet eerst gaan kijken, doorlichten. Heb je echt nodig? Dus dat hebben we stopgezet. Tweede, we hebben stopgezet bijvoorbeeld mensen die dispensatie hadden. En er waren er 40. En met uitzondering van de topfuncties, en dat is de directeur en de topfuncties in het leger, hebben we alle andere dispensaties afgebouwd. Gewoon, mensen hebben net een brief gehad van mij en we hebben gezegd van luister, we hebben u nu nodig en we vragen uw medewerking en we gaan u geen dispensatie meer geven. We gaan uw dienstbetrekking beëindigen en u moet dan zich verstaan met pensioenfonds. Dus dat maken we in orde. Verder hebben we overeenkomsten gehad voor enkele diensten. Dat waren er bijna 25. Dat hebben we allemaal, iedereen heeft een nette brief gehad, dat we dat stoppen. Daarnaast hebben we gekeken naar bijvoorbeeld telefoonrekeningen. Iedereen die een telefoon had hebben we gekeken van maakt hij aanspraak op diensttelefoon? Maakt hij aanspraak op ADS-aansluiting? En die mensen hebben dan een brief gehad van mij van kijk, u maakt geen aanspraak, het is onrechtmatig. En in deze financieel-economische crisis kunnen we deze onrechtmatigheid niet continueren. Dus het gaat afgevoerd worden van de begroting van Defensie. En wilt u dat nummer nog behouden, dan moet u contact maken met de provider. Dus dat hebben we gedaan. Alle mensen hebben een brief gehad. We hebben gekeken naar personeel. Bewaking, militairen die ingezet waren voor een aantal objecten en subjecten. En daar hebben we gekeken. We zijn nog niet klaar ermee. Maar we hebben zeker een 20-tal personen of bedrijven die bewaakt werden. En waarvan wij vonden van dat daar hebben ze geen recht op. Hebben we teruggehaald en die mensen ingezet bij COVID-bestrijding. En andere prioriteiten om politie te ondersteunen. We gaan nog door, want er zijn nog een heleboel posten waar we bezig zijn door te lichten en te kijken. En ook die mensen krijgen net een brief van ons hoor. Van, er is een ander beleid en er is een andere regering en u maakt er geen aanspraak. En zorgt u ervoor dat u binnen een week eigenlijk uw eigen beveiliging in orde maakt. Want wij gaan niet kunnen continueren. Voor ons is dat heel belangrijk, dat we goed communiceren en de mensen uitleggen. En dat we die posten intrekken, dat mensen ook niet abrupt geconfronteerd worden, dat we stoppen. Dus dat hebben we ook gedaan. Dat gaan we door. Voertuigen. We hebben ongeveer 20 voertuigen teruggehaald van mensen die eigenlijk onrechtmatig het voertuig onder hun beheer hadden. Dat hebben we teruggehaald, dat hebben we anders ingezet. Operationele diensten hebben prioriteit gehad en daar zijn we bezig. Een ander ding wat we hebben gedaan is mensen die thuisgezet waren. Dat hebben we opgeroepen. Een aantal mensen zijn kolonels bijvoorbeeld die ingezet zijn. Het is een proces. Ik heb nog zeker een 10 mensen die ik moet spreken. En daar waar ik een passende functie voor moet vinden. En die zetten we in. Daarnaast was er heel veel ruis over een ontwikkelingseenheid.
eenheid, ja, die rechtstreeks onder de minister viel. Het is bekend in de samenleving als Faya Blo. En er was heel veel ruis dat het ingezet werd om betaalde opdrachten en dat het grof werd betaald en dat soort dingen. En daar heb ik een gesprek mee gehad met de leiding. Wij hebben die hele dienst laten doorlichten. Ik heb afgelopen vrijdag het rapport gehad. Ik heb het rapport doorgenomen. Ik heb het rapport besproken. En we gaan daar besluiten nemen. Die eenheid krijgt een andere leiding. Aanstaande donderdag heb ik dan besprekingen met zowel de officieren, onderofficieren en manschappen van die eenheid. En we gaan nog verder met doorlichten en ze gaan anders ingezet worden. Dus daar ben ik bezig. Maar wat duidelijk is voor ons is dat het leger een hele belangrijke rol en functie heeft te vervullen. En dat we alles in het werk stellen om dat zuiver te doen, conform de wetgeving te doen, zo transparant mogelijk te doen, zodat we inderdaad veiliger worden als land. En dat onze natuurlijke hulpbronnen, onze strategische objecten, onze strategische infrastructuur, strategische productiesectoren goed beschermd blijven, dat onze grenzen goed bewaakt worden en dat die grensbeheer belangrijker en beter wordt. Maar ook dat de kerntaak van het leger, gevechtseenheden ook goed toegerust worden en uitgerust worden. Dus in het kader van financieel-economische situatie hebben we die bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. We hebben in de afgelopen periode ook gewerkt aan de nota van wijzigingen voor onze begroting van 2020, die nog behandeld moet worden in de Nationale Assemblée. We hebben gewerkt aan de begroting van 2021. We hebben gewerkt aan een jaarplan voor 2021. En we zijn nog bezig, ik ben nog niet helemaal ready, om het beleidsplan te maken voor de komende periode. In concept, maar gaan nog discussies moeten plaatsvinden met niet alleen het leger, maar ook externe functionarissen die hun visie kunnen geven van waar willen we, wat willen we met het leger? Wat voor rol moet het leger krijgen? Hoe zien we het leger? Ik vind dat we dat ook moeten bespreken met key persons buiten. En dat ze die ruimte ook moeten krijgen en dat we hun visies ook moeten meenemen. Dus dat zit in de planning. Wat nog meer? Ik heb aangegeven dat we wat meer projecten gaan doen voor de burgers. En dat het leger nog meer naast de burger moet staan. En daar zijn we bezig met twee civiel-militaire projecten. Huizen Asianen is een van de projecten dat we proberen willen doen voor eind van het jaar. En huizencampagne. En wat het wordt, dat weet ik nog niet. Maar in elk geval is een team bezig te kijken naar de behoeften die de twee groepen die ik heb genoemd, of twee, die, het is één is een bejaardentehuis en die ander is een kindertehuis. En te kijken waaruit hun behoefte bestaat. En we willen voor eind van het jaar iets doen voor die twee tehuizen. Ja, en we weten ook van de vorige regering en de minister Matura, dat zij wat aan rijstbouw deden, pluimvee, groenteteelt. Hoe is het met dat project? Nou, die projecten worden nog gecontinueerd. Gecontinueerd en ik laat het gaan. En we proberen daar ook wat zelfvoorzienend te zijn. Dus het leger koopt bijvoorbeeld geen fruit en groente. Dat wordt voorzien vanuit Van Freiburg, van Saramaca. Wat verbouwd wordt daar. Maar tegelijkertijd, wat aan overschot, wat overblijft, geven we, doneren we ook aan sociale instellingen. Dus nu al ondersteunen we. Maar op termijn gaan die projecten ook geëvalueerd worden van wat zijn de kosten en wat zijn de baten. En is het inderdaad zo dat het goed is om het te hebben in eigen beheer. Dus het gaat ook geëvalueerd worden. En als we met z'n allen tot de conclusie komen van nee, het is goed en het moet doorgaan, dan gaat het door. Maar tot nu toe laten we het gewoon voortgaan. Een ander goed project is bijvoorbeeld kledingafdeling van de Defensie. Daar worden uniformen intern gemaakt. We besteden uit wat betreft uniformstof. En het maken gebeurt in eigen beheer.
De afgelopen periode heeft men zich meer toegelegd op het maken van mondkapjes die we verdeeld hebben. Dus alle legereenheden zijn voorzien van eigen mondkapjes die we hebben gemaakt. En we zijn ook bezig te maken voor sommige externe bedrijven, weet je, gezondheidsinstellingen, et cetera. En dat doneren we. Tweede is ook, hoe heet het weer, zwemvesten maken we. Maar het is meer voor intern. En later gaan we kijken of we... Er wordt petflessen gemaakt en uniformen. En later gaan we kijken van hoe we dat kunnen delen met... ook voor andere diensten kunnen maken. Dat zijn dus eigenlijk goede projecten. En ik hoor vaak mensen de vraag stellen... Welke richting wil minister Matura op met het leger? Nou, dat is een vraag. Ik heb mijn eigen visie, maar dat moet dan goed gebrainstormd worden. Dat moet gedragen worden door die samenleving. Maar ook intern in het leger, de overheid breed. En daarover zei ik van, daar wil ik eigenlijk workshops houden met externen. Weet je, wetenschappers, mediamensen, echte belangrijke stakeholders, civil society in die samenleving moet betrokken worden. Maar als je mij vraagt, mijn persoonlijke mening is dat het leger toch wel heel belangrijk is. Kijk, we hebben bijna 80-90% binnenland ontoegankelijk. En we hebben heel veel buitenlanders werken in ons binnenland. En het is een beetje onoverzichtelijk. En ik vind dat dat niet kan. Dat moet meer zicht opkomen. Er moet meer overheidsgezag komen. En we kunnen niet toestaan, want van daaruit kunnen er ook dreigingen zijn. En we moeten als leger paraat zijn om hierop over dit soort dingen, op dit soort dingen te kunnen inspelen. Dus je moet gevechtseenheden hebben die paraat zijn. Dus daar vind ik dat het een kerntaak is. We hebben een hele grote en onoverzichtelijke grens. Zowel in het noorden als in het oosten en westen. Vooral, het is voornamelijk water. En ik vind dat we een specialistische taak moeten hebben wat betreft grensbewaking en grenscontrole. En zeker wanneer het gaat om bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen, olie en gassen die in onze territoriale wateren zijn gevonden, dat we daar een extra job hebben. Maar ook illegale vissers die komen vissen in onze territoriale wateren, dat we daar een hele belangrijke rol in hebben. Maar ook allerlei contrabanden die binnenkomt, illegaal via onze grenzen, dat we daar als nationaal leger veel betere job moeten doen en veel beter toegerust moeten zijn als leger en onze mensen moeten trainen en specifiek daarop moeten zetten. Dus ik zie daar dat als een hele belangrijke kerntaak. Een derde kerntaak die ik zie is de bewaking en beveiliging van strategische infrastructuur en strategische productiesectoren. Zeker in een crisis is dat heel belangrijk en we kunnen calamiteiten ons niet permitteren. En daar moeten we dus heel alert op zijn als nationaal leger en goed getraind zijn en goed toegerust zijn. Want ja, dat mag geen zorg zijn voor de regering en ook geen zorg voor de bevolking. En natuurlijk specialismeondersteuning. We leven in een tijdperk van technologie en digitale tijdperk. En ja, veel meer wordt gedestabiliseerd via digitale mogelijkheden. Dus je moet veel meer investeren in cybersecurity, cybercrime, intelligence, informatie. Want kijk, ja, je moet als land veel beter je informatie, of laat me het zo zeggen, je informatiepositie moet op orde zijn. Je kan je niet permitteren om te zeggen van ja, er is een grondgebied in Suriname, we weten niet wat er gebeurt. En jammer, op dit moment is het zo dat er hele dorpen zijn gesticht door mensen, buitenlanders, en er is totaal geen gezag. We moeten precies weten wie daar is, wie wat heeft. Dus die informatiepositie moet echt op orde komen. We leven in een tijdperk van drones. Drones die verkenningen doen, drones die helpen bij verkenningen. Dus dat soort specialisme, research en rescue. Als er iets gebeurt, worden altijd legermensen gestuurd om te gaan zoeken en om te gaan redden. Dus dat soort specialisme.
moeten we in place hebben, moeten we in huis hebben. En zo zijn er tal van specialismen die je ook moet ontwikkelen, die je als nationaal leger in place moet hebben. En dat vind ik heel belangrijk. Dat daar zie ik een rol voor het nationaal leger. En natuurlijk, een leger moet altijd blijven ondersteunen. En een andere belangrijke rol, we leven in een tijdperk van klimaatveranderingen. Je ziet wat orkanen en tornado's en stormen doen in andere landen. En wij hebben ook gezien in de afgelopen jaren dat de frequentie van rukwinden toenemen, de frequentie waarmee daken weggewaaid worden toenemen. We hebben ook gezien hier en daar overstromingen. Dus als leger moet je interventieeenheden klaar hebben die humanitaire hulp kunnen bieden, maar die ook in staat zijn om snel mensen te kunnen evacueren. Dus ja, dat zijn hele belangrijke dingen die het Nationaal Leger kan doen en moet doen, vind ik. En daar is voor mij dan een hele belangrijke, niet alleen voor mij, maar voor de hele regering en voor de hele samenleving, een belangrijke rol weggelegd om inderdaad dat leger op die manier te positioneren, maar ook toe te rusten.